Yes, dat is baten. Dit is mijn kleinste pampoen en hij gaat morgen gewogen worden. Hij kleinste pampoen. Ik hoop dat hij wel duidelijk meer gewicht in zit. En we zullen zien morgen op Belgisch kampioenschap, misschien tweede of derde plaats. Ik heb nog een pampoen liggen, maar die ligt achteraan in de serre. Mario heeft een zotte hobby. Zo dik mogelijke pompoenen kweken. Met deze monsterpompoen wil hij volgende week het Europees kampioenschap winnen. De omtrek van de pompoen is 5,5 meter. Hij weegt ongeveer 1040 kilo, maar dat kan nog veranderen. Het wereldrecord is vorige week gebroken door een Italiaan. Hij kweekte een pompoen van 1226 kilo. Ik dacht, ik ga eens proberen. En ik kweekte een pompoen van 465 kilogram. Ik zei, oh, dat is al een grote. Ik ben nu 10 jaar bezig en nu heb ik hier een exemplaar liggen dat ik nog nooit niet gezien heb. Deze lamp die geeft extra warmte naar de pompoen. Dus die warmte in de pompoen is zeer belangrijk, want dan blijft hij nog groeien. De pompoen heeft niet veel smaak, maar ik doe vooral voor de grootte en voor het gewicht. Dat is mijn job. Kijk, leuk dat je deze video bekeken hebt, maar als je nu nog slimmer wil worden, dan zou ik hier ook eens klikken. Doen, hè?